Voor u staat de beschuldigde, de snoodaard, Gerrit-Jan Pieperiet. Naar eigen opgave, 30 jaar. En tot voor kort werkzaam als timmerman in huizen Twickel te Delden. Ik schets u in het kort hoe deze verwerpelijke persoon ertoe kwam de afschuwelijke misdaad. De weledele meester Jan Dickens, procureur aan de rechtbank, talmelen. Al onbekend als rechtvaardig dienaar en uitvoerder van de wettelijke taken, heeft de failliete boedel van de kennelijk op veel te ruime voet levende Pieperiet resoluut en correct te gelden willen maken. Ik heb het niet gedaan. Jij bent schuldig. Ik heb het niet gedaan, hoor. Het is niet waar. Het is niet waar. Hij moet hangen. Het is niet waar. Dank u, meneer de voorzitter. De voet. De reis naar Almelo heeft zijn kantoor aanvaarden. Bij de houtzagerij aan de Braamhaarskamp, gelegen in het bos van Twickel, is Dickers door beide mishandeld. Waarna Pieperiet de beklagenswaardige procureur heeft doodgeslagen. Daarna heeft dit primitieve wezen het zieloos het bebloede lichaam van Dickers op zijn brede schouders genomen en heeft hem vervolgens in een verderop gelegen veenplas gesmeten. Later bleken papieren en een horloge van het zieloze lichaam te zijn verdwenen. Van de doodslag heb ik wel bewijs, maar bewijs of Pieperiet of Roesing die diefstal hebben gepleegd, dat heb ik op dit moment niet. Getuigenverklaringen van een zekere Hendrina Johanna Vos, weduwe Kapauw, en haar dochter. En zij beweren dat u tegen hen gezegd hebt dat u wel raad wist met Tien Dikker. En laat mij uitspreken dat hij zijn trekken wel thuis zou vinden. Nou, wat hebt u daarop te zeggen? Hendrina Johanna heeft zelf gekregen. Maar dat wordt er niet bij verteld. Het is wel genoeg zo. Dat geld is een voorschot op het meisje uit Hessen-Oldendorp waar zij woont. Maar laat ik het woord aan uw advocaat geven, meester van Deventer. U begaat vandaag een historische fout. Als u Pieperiet gaat veroordelen en hem tot de dood en de strop zal brengen. Pieperiet namelijk is onschuldig. Hij heeft het niet gedaan. U heeft het hem zelf horen verklaren. En dat niet alleen. Dat niet alleen. De compaan van Pieperiet, Gerrit Roesing, was er ook. En die heeft het gedaan. Met andere woorden, de toedracht is niet duidelijk. Het is verhuld in nevels of kruiddampen, om maar even in de sfeer te blijven. Pieperiet is onschuldig. En ja, en ik zie hier een onschuldige man voor u. En ik verzoek u hem dan ook vrij te spreken. Niet ander dan verdachte Gerrit-Jan Pieperiet is schuldig. In uw richting dat u deze criminele, terribele daad heeft verricht. Voor deze weerzinwekkende dood is, zoals de procureur crimineel reeds heeft gezegd, slechts één straf die mogelijk is. En dat is de galg. Hangen aan de strop tot de dood erop volgt. Meneer De Peul, doe uw ding. Goed zo.
Ja, dat is wel.